Heel lang geleden woonde in een ver land een beeldschone prinses. Ze was zo mooi en lief dat vele prinsen haar handwerk komen vragen. Maar haar stiefmoeder was een boze koningin die erg gierig was en steeds maar rijker wilde worden. Daarom moest iedere prins, voor zij de toestemming tot een huwelijk wilde geven, eerst iets heel moeilijks doen. En als hij dat niet kon, dan hakte de beul zijn hoofd eraf. En dan nam de boze koningin al het land van de dode prins in haar bezit. Daar er al veel prinsen waren geweest die met de prinses wilden trouwen, maar dat hele, hele moeilijke iets niet konden volbrengen, was de boze koningin zeer rijk geworden. Op zekere dag echter meldde zich weer een prins aan bij de koningin. En omdat die veel slimmer was dan zijn voorgangers, had hij onderweg 6 dienaren gehuurd, die ieder over een zeer bijzondere eigenschap beschikte. De eerste, Puttoor geheten, had zulke grote oren dat hij alles kon horen wat er op de wereld gebeurde. Sprinkuit, de tweede knecht, had zulke lange benen dat hij in een half uur van China tot hier kon lopen. De derde had zo'n grote buik dat je meer dan lange ladders nodig had om eroverheen te kunnen kijken. Zijn naam was dan ook Heuvelbuik. De vierde, Kogeloog geheten, moest steeds geblinddoekt zijn, want zijn ogen waren zo sterk dat alles stuk sprong waarin hij keek. De vijfde was een wonderlijke kerel, die hoe warmer het werd, hoe kouder hij zich voelde. Hij heette dan ook Koukleun. En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde. Daarom was zijn naam Langnek. Wat was die valse koningin vriendelijk toen er weer een prins om de hand van de prinses kwam vragen. Natuurlijk, zei ze, natuurlijk mag jij met de prinses trouwen. Maar dan moet je zorgen dat ze binnen een kwartier hier voor me staat. Nu, dat leek de prins niet zo heel moeilijk. Maar toen Langnek zijn hals eens flink had uitgerekt en Puttoor zijn oor tegen de grond hield om te luisteren, bleek het dat de prinses helemaal aan het andere eind van het koninkrijk zat en huilde. De prins werd toen erg verdrietig, want hij dacht, ach, dat lukt me nooit om de prinses in een kwartier hierheen te halen. Maar hij had niet op Sprinkuit gerekend. Die zette de prins vlug op zijn rug, nam onder zijn ene arm Kogeloog en Koukleun en onder zijn andere arm Heuvelbuik en begon te rennen zo hard dat Puttoor hem na 3 tellen al niet meer zien kon. Na een paar minuten waren ze helemaal aan de andere kant van het land. Doch een groot water versperde hen de doortocht. Geen nood, Heuvelbuik dronk al het water op en weer ging het verder tot ze aan een grote rots kwamen waar ze niet overheen konden. Maar hier kwam Kogeloog in actie. Hij trok de blinddoek weg van zijn ogen en bang, de hele rots sprong uit elkaar. Even later kwamen ze aan een geweldig vuur. Maar Koukleun behoefde maar even met zijn koude adem te blazen en al het vuur doofde onmiddellijk. De prins en Sprinkuit renden verder en ja hoor, daar vonden ze het prinsesje. Ze zat onder een dikke boom op het mos en haar gezichtje was nog nat van tranen. Doch, dat veranderde gauw toen ze begreep dat de prins haar kwam verlossen. Nu vlug terug, Sprinkuit, zei de prins, want de tijd is kort. Ha, daar kan ik eindelijk eens flink doorlopen, riep Sprinkuit. Hij nam de prins en het prinsesje op zijn rug en begon te rennen zoals hij nog nooit gerend had. Onderweg namen ze Koukleun, Kogeloog en Heuvelbuik mee terug en toen waren ze in een oogwenk weer bij het paleis. Daar stonden Puttoor en Langnek al te wachten met het paard van de prins aan de teugel. Wat was die valse koningin boos toen ze zag dat de prins binnen een kwartier met de prinses terug was. Ja, maar ze moest het wel goed vinden dat ze gingen trouwen. De prins nam de prinses dan ook voor zich op zijn paard en toen reden ze naar zijn land. Nou, jullie kunnen begrijpen wat een bruiloft daar gevierd werd. En, ja,
Ze leefden dan ook nog lang en gelukkig samen. Waar de knechten Heuvelbuik, Putteur, Koukleum en Springkuit nadien heen gingen, niemand weet het meer. Maar Langnek, vergezeld van Kogeloog, ja, die vertrokken naar de Efteling. Want, zo zei hij, daar kom ik nooit en nooit uitgekeken. En zo komt het dat Langnek nog steeds hier zit.